Maar kunnen we nu spreken van nu al van een verloren seizoen voor AZ? Nou ja, ik denk dat het gewoon oogst is voor AZ. AZ is natuurlijk geen topclub, is een subtopclub. Die mag, maar die moet niet. Nou, het lukt dit jaar gewoon simpelweg niet. Vooralsnog haken ze af voor die derde plek. Dus het is gewoon een gemiddeld seizoen voor AZ. Het zal geen seizoen worden wat ze over 5 jaar nog kunnen herinneren. Maar misschien wel een seizoen waarmee ze volgend jaar op door kunnen. Dat de spelers die nu nog jong zijn, volgend jaar die ervaring wel hebben om dit soort wedstrijden over de streep te trekken of te winnen. Dus het is ook soms een beetje investeren bij AZ. En dat is dit seizoen duidelijk aan de hand.